Welcome to Dutch Listening Exercises on LearnDutch.org. You will now watch a video in Dutch of RTV Drenthe. After watching the video, you can do the exercises. Let's start. Vandaag de dag staat deze zaak bekend als het Schortingshuis, maar in de Tweede Wereldoorlog zat hier Café Hummel. Hier speelt zich een van de verhalen af van Operatie Amherst. Een verhaal waar een tiental reservisten van de Korps Nationale Reserve vandaag aandachtig naar luistert. Mateloos interessant natuurlijk. Het is in Drenthe. En de meeste van ons komen hier allemaal uit Drenthe vandaan. Een stukje geschiedenis. En waar ook heel veel mensen eigenlijk geen weet van hebben. De grote opmarsen, Market Garden, Normandie is allemaal bekend. Ja, en dit speelt toch in onze achtertuin af. Dat is toch interessant. In de nacht van 7 op 8 april in 1945 worden zo'n 700 Franse parachutisten in Drenthe gedropt om de Canadezen te helpen bij hun opmars naar Groningen. Hij was aardig belangrijk, natuurlijk ook omdat er toch een aantal bruggen waren die Duitsers hadden ondermijnd met explosieven. Om te voorkomen dat die Duitsers die bruggen gingen opblazen, om te zorgen dat die Canadezen dan gelijk door konden stoten naar Groningen. Dus het was een aardig belangrijke operatie. Maar toch zijn er een aantal factoren geweest wat wel een hindernis was voor die Fransen. De Fransen bezetten Café Hummel en bewaken de kruising. Bij een tegenactie van de Duitsers sneuvelen twee Franse parachutisten. Wel heel bijzonder dat andere mensen van andere landen zich inzetten om ons de landen te bevrijden. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Vind ik wel dapper. Maar niet alleen de Fransen sneuvelen in de tocht naar de Nederlandse bevrijding. Dit is een monument dat eigenlijk geplaatst is voor 14 mannen die hier in het bos bijeen zijn gedreven. Waarschijnlijk van een razzia bij de Weisterse weg. En die werd beschuldigd voor de hulp aan de Franse parachutisten. En die hier door middel van een nekschot zijn doodgeschoten. De reservisten staan niet alleen stil bij de gebeurtenissen in Spier. De hele dag bezoeken zij ook andere plaatsen die belangrijk waren tijdens operatie Amherst. Want er is nog veel meer geschiedenis om niet te vergeten.